Hoi, ik ben Tanika. Ik ben 23 jaar oud en ik studeer sociaal-pedagogische hulpverlening aan de Haagse Hogeschool. Ik zit nu in mijn derde jaar en ik heb ervoor gekozen om 5 maanden stage te lopen in Zuid-Afrika, Kaapstad. En ik loop stage op een school, het heet de School of Hope. En het is een hele, ja, het is niet een normale school, het is echt een bijzondere en speciale school. Er komen hier echt alleen maar leerlingen die vroeger niet de kans hebben gekregen om naar school te gaan. Vanwege dat ze in drugsbendes hebben gezeten, of tienermoeders, of dat ze moesten werken om hun familie te onderhouden, of verwaarloosd werden door hun ouders. Dus eigenlijk omstandigheden waardoor ze dus niet in dat onderwijs konden. En nu krijgen ze dus van School of Hope een tweede kans om weer het onderwijs te kunnen volgen. Dat is heel erg mooi en ik vind het tot nu toe vind ik het echt een superleuke stage. Iedereen is echt heel erg open hier en warm en super lief. En ze waarderen ook echt hier wat wij als stagiaires hier voor hen kunnen betekenen. En eigenlijk helpen we overal waar nodig is. Dus tot nu toe is het superleuk. En ik ga jullie nu een kleine rondleiding geven door de school. Het is nu lekker rustig, want de leerlingen zijn allemaal vroeg uit vanwege testweek. Doei! Dit is de ingang van de school. Maar het lijkt niet echt op een schoolingang. Er zijn allemaal gewoon bedrijven hier zo naast. Here is your Lucky. Hello. My name is Lucky Washen. I'm the caretaker for School of Hope and I'm the health and safety officer. I make sure everyone's safety is safe for the learners, for the teachers and visitors. Yes. I'm so glad and happy to have our volunteers here. Tani, she's such a lovely lady. I wish her a nice stay in South Africa and I wish her good luck. Thank you guys. Yes, you're awesome, Lucky. Thank you. Hello, my name is Ashika. I love School of Hope because it's a better school for me and my favorite subject is mathematics. My name is Gareth and I'm grade 11 and I'm 18 years old. And that's all. And the subject you like? School. I like school. And what part do you like? Psychedelic. My name is Odie and I'm the social worker at School of Hope. I've been working here for about a year and 3-4 months. I studied social work in America and when I graduated 2 years later, I came back to South Africa to do some other stuff. And then I wanted to be a social worker since I was a teenager. It's something that I've always wanted to do because I love people and I love young people. And I've known and why School of Hope? Because I've known School of Hope for
My mother worked at the School of Hope, and I have friends that went to the School of Hope, so I knew what the school does to the community. I knew what benefit and the second chances that it gives young people. So I wanted to work here and to have the same impact into young people's lives, to see them change, to see them given an opportunity to have a better future despite of their past. So I love working here. It's a great opportunity to interact with young people, to get to learn more, different variety. You know, I don't just get to see the background of people who are affected by drugs, but also see abuse and also see all kinds of, you know, emotional, physical aspects of situation that may hinder young people's education. So I'm here to help, you know, help them to excel in their education and help in those areas that may hinder, that may prevent them from fully accomplishing their full potential with education. So yeah, that's what I do here at the School of Hope, and yeah, that's me, Odie. Dit is ons appartement. En dit is ons uitzicht op het zwembad. En hier wonen ongeveer nog 100 andere studenten. Best Western heet appartementencomplex. Dit is David. Hi, I'm David. Ik kom uit Cameroon. Dit is Max. Fuck you guys. Nou, dit is Max' kamer. Max is ook een Nederlands stagiair. En die doet de hotelschool in Amsterdam. Hey David. Dit is onze woonkamer. En onze keuken. Niet heel mooi, maar het is gewoon goed te doen. Dit is Yvonne's kamer en zij loopt stage op een reisbureau en zij is Duits. En dit is mijn kamer samen met Miele. Wij hebben gedeelde kamer samen en dat is een klasgenootje van mij. En daarachter hebben we nog een balkonnetje.